Wanneer we? Draaien. Wanneer we draaien? Nou, we draaien. Oké. Okay. We zijn er helemaal klaar voor. Ja. Terug van weg geweest. Terug van weg geweest. Ik heb om te beginnen, hallo, we zijn er weer. Hallo, hallo. Jiminy Flay, bla bla bla. Het schijnt, ik heb gelezen, als je een let's play doet, dat het dan goed is om een intro te doen. Oh, is het zo? Introduceer jezelf. Moeten we ons introduceren? Introduceren, oh. Ja, dat oh. Schijnt, dan ben je pro. Dan ben je fucking pro. Oh, oh. Maar ik ben bang dat we ons, als we ons introduceren, dan denken ze, oh, wat een zielige mensen. Ja, dat vind ja. Ik ook. Ja. Dus dat doen we niet. Heb ik al net gedaan. Is al te laat. Ik heb ons net al... Nou goed, maakt niet uit. Wat ik wilde zeggen is... als bedankje aan onze abonnees, alle 11... heb ik de naam... Mr. Zarkso, Let's Play Minecraft, Evil... Goh. Dat is een bekende. Ja, dat... Maar goed. My Noah, 1, 2, 3, 4, 5, Minecraft Gamers, Digital Arts... Freaky Doodle van Daniel Games, Uncle Vimmy... Denator? Denator 1? Denator 1? The Zipper 4444. Thank you all. Ja, doen we even zo. Dankjewel. Goed. Waar waren we gebleven? Ik weet het niet meer. We pakken ons lijstje erbij. Ik kan me niet herinneren dat we eindigden met... jij zat te spelen met je hengel. Pak hem even bij. Tadaa. Ik pak hem even bij. Ja, doe dat. Hengel gesproken trouwens. Terwijl jij even opleest, ga ik even een visje vangen. Oh, shit. Is het donker nog? Yep. Ik ga even in de winnen. Kom maar weer terug, ja. Ja. Wij hadden nog een aantal dingen, zoals Salvage the Broken Wing from the Reef. Oh ja, the Reef. The maar reef? Ik weet niet wat de Reef is. Nee, ja, dat waren de onderweer. Ja, gezellig. Fijn. Die zijn er ook. Ja, de Reef, dat is natuurlijk het rif in het water. Dus we moeten iets van een... Ja. Hey, ik weet niet hoe ver jouw kennis daarin gaat. Rif, ja, weet ik veel. Iets van een koraalrif moeten we gaan zoeken. Dus misschien met bootjes of zo. In Minecraft heb je veel, maar je hebt geen koraal. Oh, ja. Heb je niet. Zo, dat gaat eigenlijk in. Woe! Maar we hadden nog meer. Een van de challenges was ook kokosnoten zoeken. Nou, we hebben al best wel wat van dit eiland gezien, maar kokosnoten niet. Dan zeg ik, we pakken hout. Ja. We maken een bootje. Ja. Ik heb hout. Ik heb nog meer hout. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we naar de kaart. Zit die kaart er nog in? Nee, die kaart is kwijtgeraakt, hè? Dat is fijn. Ja, ja, dan gaan we naar de map dingen en dan gaan we een eiland zoeken en dan gaan we heen varen. Ja, oké. Okay, maar je had het ook de vorige keer over Find Something Sticking of Cactus Island. Ja. Ja. Dus dat kunnen we ook wel doen? Ja, we kunnen naar Cactus Island. Dat vind ik een goeie. Oké, okay, dus we gaan voor Cactus. Ja, we gaan voor Cactus Island. En bootjes bouwen. Maar het is nacht en we kunnen natuurlijk even een tukje doen in ons bed. Ja. Oh, dat deed ik, sorry. Ja, ben je klaar? Hop. Ja. Even een tukje. Tenzij de deur open. Heerlijk. Mooi. What a wonderful day. Oké, okay, nou, bootjes bouwen. Jij gaat bootjes bouwen? Ik ben al bezig. Ik heb maar 3 bootjes. 3? Want jij had het de vorige keer ook over dat je een soort van workbench of een kist wilde bouwen met allemaal bootjes aan het strand. Ja. Heb je ook nog gezegd. Ja, dat wilde ik ook nog doen. Dus maar dat zijn allemaal hele saaie dingen. Ja, ja. Oh, ik kan nog een bootje maken. Zo. Kijk eens. Hop, hop, hop. Ik heb heel veel bootjes. Oh, je hebt heel veel bootjes? Ah, fijn. Fijn, fijn. Ik geef jou 3 bootjes. Oh, wat de fuck ben je? Ik ben al buiten. Ik was even buiten aan het kijken. Bootje. Als je nou stil blijft staan. Ik heb het bootje. Zo, bootje. Ik heb geen bootje. Ik heb nu beide bootjes. Je hebt 3 bootjes. Ik heb 3 bootjes. Ja, okay. 3 bootjes, goed is. Nou, ik ben er ook weer. Oké. Okay. Kijk, er zijn dan maar, hè? Ja. Even kijken hoor, waar ik dit zo. Oh, er gaat een... Vaar, vaar, dammit! Goodbye. Oh ja, kan je nou eens vissen? Ik vis wel. Dat kan. Oh, kijk uit, want er zit nog steeds achter je, hè? Oh, Jesus. Oh, gelukkig, je hebt het gered. Ja, dat ging net goed. Maar, fuck. Als je even wacht, want je bent alweer een halve kilometer voor me. Ja, ik wacht. En ik kom langs je dobber. Dobber. De dobber doet niks. De dobber doet niks, nee. Nou, welcome to my world. Zou je misschien alleen s'avonds, dat je hier in deze wereld alleen kan nachtvissen of zo? Nee joh, doe zo laag. Nee man, staan nergens op. Nou, jou is het dus al een paar keer gelukt en ik heb overdag gevist en het is me dus echt nog niet één keer gelukt. Ik ga het tegendeel bewijzen. Oké, okay, nou. Dus we gaan weer... Hij ging naar beneden, hè? Ja, ik zag het. Mindnumming naar een dobber staan. Oh, zag je dat? Ja, ik zag het. Een grote haai. Ik, mijn bootje doet raar. Oh god. Mijn bootje loopt een beetje onder. Nee, dat is goed. Oké, dat gaat nog een keer. Dan kan ik het niet laten, hè? Nee, je moet en je zal. Ja hoor, een vis. Niks aan de hand. Zo oneerlijk vind ik dit. Don't worry about it. Oké, ik stop hier met varen en dan stap ik netjes uit. Ho! Is mijn bootje er nog? Hoe ga ik uitstappen ook alweer? Mijn bootje is alweer kapot.
Maar waarom komen er nou stokjes uit als je bootje kapot gaat? Vind ik zo. Mijn bootje dat ligt weer op de... Nou ja, goed. Something sticky. Zo dan. Niet tegen zo'n cactus aanlopen, hè. Ik heb trouwens maar... Wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat er een hartje van je af. Is dat zo? Ja, en ik heb nog maar één hartje, dus... Nou, dat is niet handig. It's like a minefield. Oh, goddammit. Something sticky. Ik weet ook niet wat het is. Ik weet niet wat something sticky is. Ja, een post-it. Ik denk niet. Ik vind het weer leuk. Ik denk niet dat we hier een post-it gaan vinden. Nou, weet je toch niet? Dat denk ik zo, man. Nou ja, wat zou jij erbij kunnen verzinnen? Ik zou het wel fijn vinden als je honden een beetje op zouden houden. Dat zou ik wel... Ja, als het jou lukt. Geschikt moment. Nou ja, we hebben een tuin. Ah. Kan je nou eens stoer zeggen? Maar dat doe je niet. Wauw, het zijn best cactussen. Ja. Dit zijn veel cactussen. Nou, we hebben toch... Je kan er toch daaien van maken, van cactus? Is dat zo? Oh, dat dacht ik wel hier op die week. Oh, auw, auw, auw. Oeh, ja, ik merk het. Je gaat verlieshartjes... Hey, ik hoor schaaf. Volgens mij op de sticky, of de sticky... de wiki gelezen. Wiki sticky. Ah, er zit een grotje en een schaapje. Een grotje? Een grotje en een schaapje. Kijk, schaapje. Een schaapje. Oh. Hallo. Niet doodmaken, hè? Nee. Afblijven van het schaapje. Kijk, wat zit hier dan? Ja. Oeh, dat gaat heel diep naar beneden. Oeh, ja, heb jij toortjes? No. Oh. Milk and cookie caves. Dit is de milk and cookie caves. Ja. Ja, toortjes. That's sweet. Oh, maar ik kan toortjes maken. Wacht, kijk, ik heb kool. Ja, 24 toortjes. Nou, dus we kunnen veilig naar beneden. Nou ja, ik zie water. Ik ga ervoor. Jeetje. En nu? Is het veilig? Nee. Oh, nee. Shot. Ja, ik heb maar één hartje. Fuck. En nu? Ja, je kan naar mij teleporten. Ja, als ik blijf staan. Niet springen dan, hè? Ik doe niks. Ik sta gezellig naast mijn nieuwe vriend. Je zegt dat zwarte schaap. Het zwarte schaap. Ik ben heel hard aan het verzinnen op een leuke naam. Evelon. Blackie. Oh shit, ik zit half Blackie. In je vast... Shit. Dammit. Well, that's new. Oké, okay, ik heb nou meer hartjes, dus ik ga weer naar beneden. Ik pak al mijn shit op. Ja, en hou je zwaard in de aanslag. Zwaard is al kapot, heb ik niet. Ik heb nog wel een zwaard. Ik weet niet waar die skeleton vandaan komt. Kut. Je moet ook ergens toortjes leggen. Jij bent al beneden ofzo, want ik... Ja, ik ben naar beneden gesprongen. Ik sta hiernaast... Nou, dan ga ik ook. Oeh. Oké. Okay. Ik zal dat. Oh, je had gewoon pech. Oh, en een varken. Ah. Nee, er staat hier een skeleton. En als hij eens op pijlen je flikkerstraal schiet, dan ben je dood. Dan al? Is het een hele agressieve? Ja, hij is altijd agressief. Ja. Je weet wat ik bedoel. Oh, aan de andere kant kan je ook op en dan zie ik ook licht. Ja, is dat? Oh, ik kom jouw kant op. Ah, kijk, daar, die kant. Ik zie iron. Ja, ik kan toch niet laten. Ja, ik zie licht. Ja, neem iron alsjeblieft mee. Dat kan nooit kwaad. Hier gaat het ook nog een kant op. Hier zie ik nog meer iron. Milk and cookie caves. Oh, what the fuck is dat? Ik zie nog meer iron, ik zie nog meer kool. Ik vind het wel heel leuk verzonnen. Hier gaat het nog verder naar beneden. We hebben hier ook nog een beetje gold. Oh, ik word weer aangevallen. Look at zombie. Nou, ik zit in... Ik heb zo'n hekel aan caves, hè. Het voelt zo kansloos. Hier heb ik nog meer iron. Je hebt wel lekker veel iron hier altijd, in caves. Shit, weer zo'n... Oh, nog meer. Oeh, shit. Het is misschien toch wel nodig dat ik een wapen heb. Nou, dan moet je mijn kant erop komen. Ik kan hem met een hengel aanvallen. Heb je nog een zwaard? Ja, die heb ik nog. Oh. Ik ben de andere kant van... Ik ging de verkeerde kant op. Hey, ja. Heb je echt nog een zwaard? Ja, daar. Eén achter je. Heb je hem? Nee, ik kon hem niet pakken, want die gastje stond ervoor. Ik heb twee hartjes, dus... Ik heb een... Kan ik hier ergens bivakeren of zo? Heeft dat zin? Geef mij dat zwaard eens. Zo. Oké. Okay. Nadenken is moeilijk. Ja, neem jij die iron shit. Gaat deze skeletons te lijf? Oh, zitten er drie? Fok. Vallen ze elkaar aan? Oh, ze vallen elkaar aan. Echt waar? Ja. Yeah. Dat is ook nieuw. Ja, inderdaad. Dat is ook in goud. Heb je dat nog niet gezien? Ja, maar dat kan ik niet mijnen. Nee. Oh, ik wel. Heb jij een iron pickaxe? Ja. Oh, sweet. Oh, die had je maar. Ik heb nog maar drie hartjes. Pas op. Ze schieten. Ren. Ik heb ook nog maar twee hartjes en het groeit niet aan. Ik kan... Langzaam. Ja, groeit het aan? Ja, nou, dat denk ik. Dat groene balkje, zeg maar onder die hartjes, die wordt wel ietsje meer nu. Nee. Dat is, oh. dat is helemaal kansloos helemaal dus. Ja, dat is helemaal kansloos. Ja, hij is dood. Ja? Oeh, er nog één. Oh. Jesus Christ. Wat schijt die gasten raak, joh. Ja. Ja, want als ik nu dood ga, dan ben ik iron en goud en bootjes kwijt en zo. Ja, wat denk je dat ik allemaal kwijt ben? Ik heb nog maar twee hartjes.
Ja, ik ook. Kan ik rauwe vis eten, helpt dat? Sushi? Ja, nou ja. Nee. Nee? Dus je hebt je vis verspeeld? Yep. Hé, jammer. Nou, op goed geluk. Op goed geluk. Toen had ik hem maar een halve. Oké, dat is echt een groot probleem. Echt een groot probleem. Oh man. Got myself some gold. Zo, niet van de... Oh, staat er nog één? Oh man, dit is kut. Ja, en als dit niet aangroeit, dan blijven we met dit probleem zitten. Van dat we heel snel bijna doodgaan. Kunnen we hierboven niet even een kamp opslaan ofzo? Of, Ja, en dan? Ja, nou ja, dan... Weet ik veel, bouwen een tweede huisje. Ja, maar goed, het schiet er niet op. Oh, die gast hier blijft hier leggen. Ja, maar goed, als één. Oeh, Enderman, ook nog. Waar, waar? Oh, naar beneden kijken? Ja, niet aankijken in ieder geval. Ja, waar is die dan? Want ik zie dus niet. Hij loopt weg. Oh, hij kijkt om. Ja, ik zie echt alleen... Wauw, dit is spannende beelden. Ik heb de tijd naar een partij stenen te kijken. Loop je wel een varkentje? Waarom loop je maar één varkentje trouwens? Jij bent alweer weg, hè? Ja, ik ben het hoekje omgegaan. Oh, Enderman. Weet je, nou, er is helemaal geen milk en cookie cake. Je wordt gewoon gelokt met een lieve naam. Toch? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik denk, Ik heb een idee. Ik heb hout. Ik kan een workbench maken. Trouwens, hier heel veel kool boven me. Ja, als je doodgaat, ben je toch kwijt. Ja, maar goed. Ik kan wel toortjes maken. Zo, en ik heb genoeg steen voor een oven. Oh, dit is, gravel. Godverdikke me. Cobblestone. Furnace? Misschien kunnen we toch misschien een soort van klein mini-huisje bouwen in een rots. Want die Enderman die zit heel tijd aan een fucking huisje. Ja, dan heb je toch een flikker aan. Ja, maar dan kunnen ze toch niet binnenkomen bij je? Ja, maar dan heb ik... Nee, ik wil hartjes. Ik wil hartjes hebben. Ja, nou, hoe komen we aan hartjes? Zorgen dat je etensbalk er helemaal vol is. Hm. En ik heb één cooked pork chop. Oh, ja. Die ga ik nu eten. Dat is helemaal niks. En dan is mijn eetbalk weer vol en dan... Hoop dan gaan we vissen. Hoop ik dat weer aan. Dan ga jij maar vissen. Jij bent er beter in. Ja, vissen. Ja, vissen. Wauw, dit wordt een hele saaie let's play. Oh, Enderman. Ja, ik wil gewoon dus... Waar is de uitgang? Hé, mijn hartjes groeien aan. Nou, dat mijne dus niet. Ik zie daar weer een skeleton staan. Auw, hij schiet altijd raar. Donder straalt toch op, man. Oh, dan val ik in hem. En dan raakt hij hem alsnog. Pijp. Oh, shibbezel. Milk en cookies cave. Ah, maar hoela. Ja, inderdaad. Niks milk en cookies. Kijk eens, twee van die gasten. Oh. Ontploft dan. Auw. Kom maar, piece of crap. Auw, ik ga weer dood, man. Ik probeer... Je zei net nog dat het... Zigging. Dan loopt die Enderman ook nog steeds. Wat ben jij nou aan het doen? Ik bouw mezelf in, hè. Totdat ik... Ik vind het nog steeds een strak plan. Ik wil weer naar buiten, maar hoe kwamen we daar? Hier heb ik lava. Zeg, ik had niks meer. Oh, we zijn door zo'n put gevallen, hè? Dat was de deal. Ja. Ik kan ook nog spinnen. Ook nog, om het helemaal af te maken. Ja, dat is ook inderdaad heel fijn. En de man? Maar waar is die tunnel dan, waar we doorheen zijn gevallen? Enig idee? Ja, maar... We vielen toch ergens door naar beneden? Fuck, hé. Toch eens erg in hebben om op zulke punten iets... Oh, zo, schrik me rot. Heb jij een torch voor mij? Ik heb een aantal torches. Wil jij een torch? Of? Twee of zo, dan kan ik mijn hoekje... heb je hem weer? Hij is vervelend, hè? Ja, hij is heel vervelend. Weet jij dan hoe je moet... Slaan. Hoe is een mijl mappen? Pak die torches dan. Ja. Nou, een half zwaard. Echt pleuren. Oh, toen was hij weg. Ja, hij gaat stiekem in een hoekje zitten. Ja, boze Enderman. Dat is even fijn, zeg. Waar is die paardenlul nou? Ja, mijn zombie is niet zo interessant. Daar zit spinnen. Uiteraard. Ja, milk en cookies. Ah ja. Oh, ik heb hier wel een spawner. Oh, kijk eens. Ontploft dan. Oké. Oh, dat kost me wel veel hartjes trouwens. Wat een gezellig muziekje zeg. Heb jij een muziekje? Ik heb een muziekje, ja. Ik heb een kistje hier. Oh. Ach, met, je raadt het.
Milk en cookies. Milk en cookies. Maar dan kom ik niet aan, want die cookies kan je eten. Ah, ja, dat willen we. Dan kunnen we verder. Oh, dat is een tegenvaller. Heb jij ook nog goud? Niet zoveel meer. Ja, ik wil een deur maken, want dan heb ik een huis. Wat? Ik vind het echt een strak plan hoor, sorry. Ik ben het helemaal, ik vind het echt heel goed. Nee, ik ben jou een beetje, oh daar, hey. Jawel, dan ben je wel. Jezus, kom op man. Wat is dit? Hey, maar wat heb je daar nou aan? Nou, dan, als het een beetje te heet wordt onder de voeten, dan gaan we hier al even verschuilen. Ja. Nou, ik vind het echt heel goed. Zouden we, zou dit gewoon zoiets zijn als in, er zijn hier zoveel beesten, je hebt het nodig, al die koekjes. Dat zou zomaar kunnen. Oeh ja, een beetje. Als je even geduld hebt, dan groeit het eraan. Ja, ik ben hard aan het eten. Hier heb ik nog mijn eieren, hier heb ik nog mijn kool. Ja, nou heb ik drie hartjes. Of wordt het dan vanzelf... Ja, dat groeit nu. Ja. Zodra je hongermeter... Ik noem het maar een hongermeter, ik weet niet wat... Au, Jesus, man. Je vreetmeter. Ja. Zodra je vreetmeter vol is. Nou, ik heb... mijn hartjes gaan alweer redelijk, dus ik kom jouw kant op, dacht ik zo. Oh. Ja, hij stond om de hoek. Het is een motherfucker. Het is een nare, vieze motherfucker. Ja, ik zie hem in het drinken. Hoekje. Maar ik heb nog één torch, want ik vind het hartstikke donker. Lekker. Neem nog maar een slokje. Lekker, lekker. Kan ik iets nuttigs meenemen? Ja, dat kan ik. Ik weet of ik dat kan. Hout. Of sticks. Dat hebben we niet. Hebben we geen hout? Nee. Nee, kut hè? Ja, nogal. Kom, oh, dat zijn... Jeetje. Ik durf het hoekje niet om, hè? Ah, hoi. Hey, daar liggen jouw spullen. Waar? Oh, hier. Ja, daar. Nou, hij is al ontploft. Oh. Ik wil een lampje ophangen. Jeetje, wat leg je wel, joh. Kijk eens aan, koekjes. Heb ik alle koekjes weer? 36 koekjes. Hier liggen nog veel meer. Ik heb 5 toortjes. Ik zou niet zeggen dat je zegt... Vette bek. Nee. Niet echt, hè? Nee. Nee. Hey, hier is licht. Oh, dat is lava. Never mind. Lekker iron. Maar gaat, loop je achter mij of niet? Ik weet even niet welk kantje op. Je bent naar rechts gegaan volgens mij, ja. Oeh, heel veel kolen. Heel veel lava. Ik ben hier bij een soort watervalletje. En lava zie ik in de verte. Daar ben jij. Wauw, je had een iron pickaxe, toch? Ja. Ik heb hier een beetje diamond. Ja, maar waar ben je dan? Ja, een stukje verder. Hierzo. Oh, inderdaad, veel kool, zeg. Zie je dat achter je? Ja, dat heb ik gezien, hè. Oeh, wat donker. Hier zo beneden. Ik zie je. Oh ja, daar. Ja, het is maar één blokje, het is niet veel. Kan ik erbij? Oh, hier nog een diamond. Oh, nog een diamond. Zoe, what the fuck? Oh, maar ik word... Oh, dit is niet makkelijk. Jij bent de enige met een iron pickaxe. Ja, maar ik word de hele tijd door de stroming weggevoerd. Zal ik hem eens dichtpluggen dan? Ja. Kan ik hem dichtpluggen? Even kijken hoor. Ik voel de stop erin. Hoppakee. Ja? Yep. Oh ja. Oh, dat is beter. Oh, veel meer. Kijk, ik zie al 4 blokjes. Diamonds are a girl's best friend.